Zo, daar zijn we dan weer met het wekelijkse vlog. Deze keer niet een op bezoek bij, maar vandaag wil ik het met jullie hebben over filtratie. Ik krijg er heel veel vragen over. En er zijn natuurlijk heel veel oplossingen om je water van je aquarium goed te houden. En eigenlijk deugen ze allemaal als je de beperkingen van het type filter maar elke keer in oogenschouw neemt. Als eerste filter, en misschien wel het meest ouderwetse filter, is de plantenfilter. Geschikt voor vijvers, waar je niet al te veel wolvis in hebt zitten, om het maar even zo te noemen. Die houden het water goed schoon, maar het is absoluut ongeschikt voor een aquarium. Daarnaast heb je voor buitenvijvers natuurlijk ook die hele grote multi-chamber filters. Vier kamers, vijf kamers, vaak nog met een voortechter ervoor. Die zijn buitengewoon noodzakelijk voor grote kooivijvers bijvoorbeeld. Al die kamers zijn gevuld met andere materialen. Vaak is de eerste kamer een soort bezinkamer met daarin borstels. En de kamers die daarna komen worden het merendeel belucht. Want wat heeft namelijk een goede filterbacterie nodig? Lucht, zuurstof. En als jij je filtermaterialen kunt beluchten, dan krijg je een grotere oppervlakte wat dienst kan doen als filter, als bacteriecultuur. Zo'nzelfde multi-chamber filter bestaat er ook voor aquaria. Vaak zijn het glazen bakken met meerdere kamers. Je ziet hier straks een voorbeeldje van. En die staan onder de bak. Het water wordt vanuit de filter in het aquarium gepompt en via een overloop komt het weer terug in de filter, waardoor het door die meerdere kamers heen gaat. Je ziet het bij zeewateraquaria heel veel. Maar ook bij hele grote discusbakken, bij grote cyclidaquaria. Het wordt ook wel een sump genoemd. Dat zegt de meeste mensen wat meer. Daarnaast heb je natuurlijk de traditionele potfilters. Hè. Dat zijn die filters met een slang, een aanzuigmond en een retour. Die ervoor zorgen dat de filter eigenlijk buiten het aquarium staat in plaats van erin. En daardoor is het makkelijker schoon te houden. Want op het moment dat het filter een keer schoongemaakt moet worden, is het een kwestie van de slangen even loskoppelen. En je kunt ermee aan de gang. Bacterioculturen blijven over het algemeen goed intact. En dat komt omdat die potten vaak bakjes, in die potten zitten vaak bakjes. En die bakjes kun je één voor één schoonmaken. Dat betekent dat er altijd een stukje bacteriecultuur eigenlijk gewoon blijft functioneren. Een ander voordeel is dat je in één van die bakjes ook actief filtermateriaal kunt toevoegen. Het tweede is eigenlijk ook een mechanisch filter dat zit in het aquarium. Ook daar zie je een voorbeeld van. En die filters die zijn eigenlijk hartstikke prima. Alleen, ze zijn maar geschikt tot een bepaalde hoeveelheid literage. Wat ik een nadeel zelf vind vaak is dat als je hem uit de bak haalt, dat er heel veel viezigheid uit dat filter weer het aquarium inloopt. Er zijn een aantal filters in de handel die bestaan ook uit die bakjes, die kun je dan vervolgens dichtschuiven. Maar het blijft altijd eventjes wat lastiger als een filter buiten het aquarium. Het grote voordeel is wel dat je nooit last hebt van lekkerij van slangen en zo buiten je bak. Dan is er nog een soort filter, eigenlijk zijn er nog een drietal soorten filters, die worden aangestuurd met een luchtpomp. De allereerste is denk ik misschien wel een van de oudste, dat is de bodemfilter. De bodemfilter ligt op de bodem van het aquarium, daarboverheen ligt een wat grove filtermedium. Meestal zijn het steentjes, kleine gravelsteentjes. En het water wordt zeg maar meegezogen door de voortdurende luchtstroom. En dan werkt je bodem als een soort van filter. Het is niet geschikt voor alle type aquarium. En als je planten erin hebt, wil wel. Maar als je bijvoorbeeld garnalen hebt, is dat een ondoenlijke zaak. Daar zijn andere specifieke filters voor beter voor geschikt. Nou, dan heb je die ouderwetse kunststoffiltertjes. Hè. Dat zijn meestal een soort van doorzichtig plastic. Daar kun je verschillende laagjes filtermateriaal in doen. Die zet je in het hoek van je aquarium. En één keer in de zoveel tijd zul je even een deel van dat bakje schoon moeten maken. Over het algemeen krijg je die wel redelijk, zonder dat je al te veel viezigheid in het aquarium morst, uit je bak. En dan zijn er nog een tweetal andere luchtfilters, dat zijn de sponsfilters. Waarvan er één heel vaak wordt gebruikt voor garnalenbakken. Dat zijn die filters met die ronde sponsjes. En het lucht gaat zeg maar door het pijpje omhoog en zuigt daardoor het water door de sponsen heen. Buitengewoon geschikt voor garnalenbakken, zoals ik al zei. Want de garnalen kunnen niet worden meegezogen in het filter. Vaak maken ze ook zelf die sponsjes wel schoon. Alleen voor vissen is mij opgevallen dat die sponsjes eigenlijk veel te snel dicht slibben. Daar is een ander luchtfilter wat geschikt voor en die zie je hier ook. Nou, wat ik met jullie wil doen
is laten zien hoe je zelf een filter kunt maken. Dat gaan we zo doen. Allereerst nog even een ander ding. Op het moment dat je werkt met een luchtpomp, dan betekent het vaak dat je daarmee accepteert om wat geluid in je kamer binnen te halen. Nou, dat is absoluut niet meer nodig tegenwoordig. Als jij een budgetpompje koopt, dan wil je hem niet in je woonkamer hebben. Dan wil je hem ook zeker niet in je slaapkamer hebben. Maar er zijn tegenwoordig van een aantal merken hele goede pompen te kopen, onder een Tetra Tech. Ik zit nu vlak bij een aquarium waar een luchtpomp op draait. Die hoor je beslist niet. Het is een klein pompje en hij maakt absoluut geen geluid. Het enige wat ik hoor, dat zijn de belletjes en het klotsen van het water. Nou, dat is nooit een probleem natuurlijk. EIM heeft ook een hele goede, die is ook heel stil. En zo zijn er nog een aantal type luchtpompen die je absoluut niet hoort. Mijn advies is, als je naar een aquarium speciaal gaat om zo'n pomp aan te schaffen, vraag dan of je heel eventjes aan mag, zodat je het kunt horen. Niet het pompje alleen maar in het stopcontact douwen, maar doe er dan ook even een slangetje op met een steentje. Dan krijgt hij iets tegendruk, want anders dan ben je thuis en denk je, hey, maar zo klonk je er net niet. En nu klinkt hij wel zo, dat willen we niet. Goed, ik heb jullie inmiddels een paar afbeeldingen van filters laten zien. Het allerbelangrijkste in een aquarium qua filtrage zijn uiteraard planten. En planten die nemen een heel groot deel van de filtrage, nemen ze op zichzelf de afvalstoffen van het filter weer uit het water, waardoor het water een constante goede kwaliteit houdt. Dat is wat lastig bij cyclides. Bij cyclides, zeker mijn Tanganyika bak die hier ook staat, daar staan maar een paar plantjes in en eigenlijk hebben die weinig functie. En dat betekent dat je daar heel graag extra zuurstof toevoegt. Zuurstof is het allerbelangrijkste filtermedium feitelijk. En ik heb hier een soort van air curtain in. Nou, die zie je hier ook eventjes in zijn werk. Ik heb er een binnenfilter in gehangen met een wat grotere capaciteit. En ik heb er een air curtain in die ervoor zorgt dat de maximale hoeveelheid zuurstof wordt opgenomen in het water. Een luchtpompje is geen zuurstofpompje, daar vergis ik mezelf ook wel eens in. Ik noem het ook wel eens een zuurstofpompje. Waar neemt water zuurstof in zich op? Aan de oppervlakte van de bak en rond het bubbeltje. En vandaar dat je ook heel vaak mensen hoort zeggen, als ik een steentje in het aquarium gooi, dan wil ik niet zo klein mogelijke belletjes. En dat is terecht, want dan heb je veel meer oppervlakte waarbij zuurstof uit die luchtbelletjes kan worden opgenomen door het water. Goed, ik ga jullie laten zien hoe je zelf zo'n filter, intern filtertje kunt bouwen. Wat heb je nodig om zelf een filter te bouwen? Nou, om te beginnen een schaar, een goede scherp. Een stukje filtermat. Ik neem altijd eentje die iets wat grover is. Want als je de allerfijnste neemt, loop je het risico dat die ook snel dichtslipt. Een goedkope fles. Cola, 7-Up, Spa, het maakt allemaal niet uit. Dit is elektrabuis. Dat heb je nodig om het lucht door naar de oppervlakte te leiden. Als je het tenminste zover wilt laten komen. Uiteraard heb je luchtslang nodig. Dit stukje gebruik ik straks om de pijp te bevestigen in de hals van de fles, maar dat zul je nog wel zien. Uiteraard een luchtsteentje en een kraantje. En voor onderin het filter heb je een filtermateriaal nodig, wat ook nog een beetje wat gewicht geeft, want anders gaat je filter drukken. Dit spul is een soort van koraal, zo'n stukjes koraal, dus dat heeft ook nog een filtratiewerking. Vergat ik bijna nog één attribuut en dat is de mes. De fles, daarvan heb je straks het stuk hals nodig en de onderkant. Die onderkant die laat je zo lang als dat nodig is, passend bij de hoogte van jouw aquarium. Meestal pak ik ongeveer daar, zeg maar de fles, pak ik de schaar en dan knip ik hem er rond. Het papiertje gaat er straks nog wel af hoor. Huppata, daar hebben we de onderkant van het filter. Dan zou je zeggen, dan heb je daar in feite genoeg aan, maar dat is natuurlijk niet zo. Wat is namelijk het punt? Als jij een slangetje onder in die pot gaat zetten, waar lucht uitkomt, en je hebt geen doom waar je het steentje onder legt, dan gaat dan de lucht loopt langs het pijpje. Je moet iets hebben waarmee je de lucht door het pijpje omhoog krijgt. Nou, daar heb je de bovenkant van de fles voor. Meestal is het voldoende als je dat stukje er even afknipt, zo. Hoppata. Hup, hup. Hup, hup, hup. Hup, hup, hup. Kijk, en hij moet natuurlijk daarin passen. Dus dat betekent dat je hem nog een beetje moet bijknippen. En zo creëren we een dom
waar straks het steentje onder kan leggen. Kijk, en dit past wel. Dit past prima in de onderkant. Vervolgens halen we hier de dop af. Die hebben we niet meer nodig. Dit plasticje. Dat staat veel. Het volgende wat we gaan doen, dat is zorgen dat we een stukje luchtslang hebben. Wat lang genoeg is om het steentje onderin de dam te leggen. Die op de bodem van dat ding komt te staan. Hè? Maar ook lang genoeg is om de oppervlakte van je aquarium te halen. Veel langer hoeft die niet te zijn. Want wat ik altijd doe, is aan het einde van de slang zet ik zo'n kraantje. Zodat ik de hoeveelheid lucht die door het steentje naar in het filtertje wordt geblazen, dat ik die nog wat kan regelen. Je hebt meerdere, je hebt plastic en ik heb het liefst altijd RVS. Goed, we pakken het steentje, die duwen we erin. Huppata. Even kijken, even een beetje meten. Ongeveer. Nou, je kan nooit weer wat aanknippen. Hè? Je kan beter ietsje langer laten. Dan kun je maar dan beter op maat knippen. Ik heb nu in feite heb ik het belangrijkste deel van het filter heb ik al klaar. Maar voordat ik nu het doompje erin ga zetten, moet ik die gaan verlengen. Want je snapt dat als ik hem zo erin zet, dat het pijpje dan niet hoog genoeg komt om de lucht door te laten. Dus we gebruiken een soort van verlengstuk en daar gebruik ik gewoon een elektrapijp voor. Die komt hierin vast te zitten. Die moet je vastzetten, want kijk, hij heeft natuurlijk ruimte. En daar gebruik ik een stukje watten voor. Of in dit geval een stukje heel dun spons. Die spons die knip ik eventjes een klein beetje in tweeën. Er zijn natuurlijk meerdere methodes. Hè? Je kunt ook elektratape gebruiken. Dat wil allemaal, zolang het maar dun genoeg is. En uiteindelijk ervoor zorgt dat het afsluit. En dit doe ik om de onderkant van het pijpje heen. En op het moment dat het om de onderkant van het pijpje heen zit, kun je dat vastzetten in het doompje. Het heeft natuurlijk ook niet zoveel te houden. Hè? Vervolgens pak ik het slangetje. Zorg dat het steentje onder het doompje blijft. Stel ik aan, als het een beetje mee zit. Ja. Dan pakken we en huppata. Daar gaat hij. Dan kan je nog een klein beetje het dingetje trekken, zodat hij er mooi onder zit. Nou, dat is het eerste deel. Het tweede deel is dat je ervoor zorgt dat aan de onderkant een materiaal komt te zitten. En daar is de volgende voor. Dat zwaar genoeg is om ervoor te zorgen dat het apparaatje op de bodem van je aquarium blijft staan. Want als er geen gewicht in zit en je gaat er lucht in pompen, dan gaat hij drijven. Maar dat begrijpt iedereen. Kijk, dan zit er een klein laagje in met van die steentjes. Het volgende wat je doet is, je pakt even die. Die zet je even op de filtermat. Dan weet je ongeveer wat de grootte is. Dan knip je een vierkantje uit. Met de decimeter van de fles. En als je goed kijkt, dan zul je zien dat je in deze filter qua hoogte twee van die matjes kwijt kan. Nou, knip ik twee van die vierkantjes uit. Soms is rond beter. En soms is vierkant beter. Nou, de hoekjes eraf. Logisch. Hoeft niet te veel hoor. Want je kan natuurlijk wat, je kan het nog een klein beetje terugduwen. En dan zit hij er meteen goed strak in. Doe de schaar in het midden. Maak er een gaatje in. Zo. En die doe ik over de pijp heen. Die schuif ik in het filter. Zoals je ziet, gebeurt dat met een beetje kracht. Zou je te veel ruimte aan de zijkanten van het filter laten, dan kunnen daar natuurlijk garnalen en visjes weer inzwemmen. Hè? Dat is niet de bedoeling. Tweede. Je zal misschien denken van waarom stopt het er geen actieve kolen in of ander actief filtermateriaal. Nou, dat doe ik expres niet, want dan heb ik er veel te veel werk van. Want dat betekent dat ik één keer in de maand die filter schoon moet maken. Terwijl als ik een filter maak zoals ik dat nu doe, twee keer per jaar schoonmaken voldoende is. Over de pijp heen. Weer in de fles. Zorg dat het slangetje in de zijkant goed blijft zitten. Nou, er is nog voldoende ruimte over. Dus ik maak nu nog een derde. Inmiddels zit de derde laag erin.
en is de filter gereed voor gebruik. En nou willen jullie natuurlijk ook zien dat hij het goed doet, dus dat ga ik ook nog even demonstreren. Nog even wat anders, de lengte van de pijp. Ik zei al, dat is een beetje afhankelijk van hoe hoog je aquarium is. Op het moment dat je hem hier afsnijdt, krijg je keurig netjes die belletjes. Op zich niks mis mee, en voor kleinere bakken volstaat dat. Maar er zijn mensen die vinden het heel vervelend als ze continu dat ploppen van die zuurstofpomp horen. Ik vind het zelf nooit zo'n probleem. Nou, daar heb ik speciaal dit materiaal voor gekozen, want dat kun je buigen. Wat ook kan natuurlijk, is dat je er een verlengstuk op zet met een bochtje aan de bovenkant. Want als je dat doet, kun je namelijk de wateruitstroom aan de bovenkant van je aquarium laten plaatsvinden, waardoor er wel heel veel stroom in je bak ontstaat, zonder dat je dat plop, 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 plop van het zuurstofpompje hoort. Ik ga even een emmer met water vullen, dan kunnen jullie zien hoe deze functioneert. Het filtertje staat in een emmer water. Het pijpje zit eigenlijk nu boven het oppervlakte. Dat doe ik normaal nooit, maar het is gewoon om even te laten zien hoeveel waterverplaatsing je kunt realiseren met een luchtpompje. Ik heb er eventjes een Tetra-Tech-pomp opgezet. We gaan de stekker in het stopcontact duwen. Huppata. En voilà. Ik denk dat er mechanische filtertjes zijn waar minder water uitkomt. En dit functioneert dus echt super. Je zult je afvragen waarom mensen dit soort filtertjes in elkaar zetten. Nou, allereerst omdat het voor een paar euro geregeld is. En dat is natuurlijk niet interessant als je er maar eentje moet bouwen, want zo'n filtermat kost ook iets van een tientje. Maar ik heb die 30 bakken staan. En ik heb in alle bakken, merendeel in ieder geval van die bakken, heb ik zelfbouwfilters. En waarom filter ik met lucht? Omdat ik dan met één grote pomp, en die zie je hier ook, alle aquariums kan aansturen. Zoals je ziet staat hier zo'n zelfbouwfilter in. Maar omdat dit een bak van 50, 54 liter is, heb ik daar ook nog een mechanisch filter in zitten. Dat doe ik met moedwil. Niet omdat die andere filters onvoldoende waterstroming geven. Maar op deze manier ben ik ook in staat, en dit is een Superfish 200, ben ik ook in staat om één keer in de maand even wat actieve kool, nieuwe actieve kool, aan het water toe te voegen. Want dat doe ik in het filterbakje wat onder het pompje hangt. Want dit is een filterbakje van de Superfish filtertjes. Het is wel lastig filteren. Filmen met één hand trouwens. Kijk, er zit zo'n sponsfilter in. En bij de meeste zit er aan de bovenkant zo'n dopje. Heel veel mensen die vragen zich af waar dat dopje voor is. Maar dat dopje kan je eruit halen en dan kan je daar actieve filtermedium in doen. Dus bij mijn grotere bakken, zeg maar vanaf een liter of 50, heb ik zo'n sponsfiltertje, heb ik zo'n zelfbouwfiltertje erin of een ander luchtfiltertje en nog een Superfish 100 of 200. Zo, we zijn tijd voor deze week zit er bijna weer op. Ik hoop dat jullie wat hebben opgestoken van het zelf in elkaar zetten van het filter. Mochten jullie nog vragen hebben, stel ze mij gerust. Dat is geen enkel probleem. Resteert me nog oplossing van de prijsvraag van vorige week. Dat ik bij Willy op bezoek was. Dat was natuurlijk de Pauwoog Grondel. En de winnaar deze keer van het hele mooie koppel Apistogrammus van Willy. De Orange Line Cacatuides. Dat is even zien hoor. Ja, ik heb hem. Jeroen Vrij. Van harte Jeroen. Ik zal contact met je opnemen en je gegevens even doorgeven aan Willy. En ga ze gerust snel weer bij hem ophalen. Voor deze week hebben we ook een prijsvraag. Ondanks dat we nergens op bezoek zijn. Degene die raadt welke vis dit is. Die mag bij mij komende week een mannetje en twee vrouwtjes van de Kampoma Blue Star komen ophalen. De volgende vlog zal waarschijnlijk komen uit Groningen. Want dan ga ik op bezoek, althans als alles goed gaat, bij Laura Tammens. En dan zien jullie hoe het gaat bij een echte garnalenkweekster, een dame in dit geval. Goed, dat was het weer voor deze week. Ik wens jullie een heel fijn weekend. Hoi hoi!